Dag lieve kindjes, ik ben Bert, de burgemeester van Izegem. Maar jullie kennen de burgemeester van Samson waarschijnlijk, hè? Ja. En wat heeft de burgemeester van Samson ook aan? Kijk, ik heb hier al een sjaal aan. Maar wat heeft de burgemeester van Samson ook nog aan? Ik was hem bijna vergeten. Nee, juffrouw Siska was hem bijna vergeten. Maar ik ga toch mijn hoed opzetten. Het zal veel mooier zijn voor de foto ook. Hè. Ik zie dat hij perfect past. Ja. Ik zie dat jullie allemaal zo mooi verkleed zijn. En de mensen die gaan trouwen, de grote meneren en de flinke madammen, gaan hier trouwen straks en zijn heel mooi uitgedost. Het is de eerste keer dat ik een trouwfeest mag doen, of een trouw mag doen, met allemaal verschillende koppeltjes samen. Maar jullie weten eigenlijk, om te trouwen moet je wel een beetje verliefd zijn natuurlijk. Zijn jullie een beetje verliefd? Ja! Ja? En we gaan beginnen met Seppe en Laura. Jullie mogen een keer mooi hier naast mij komen staan. Ga ik samen tot hier staan? Kom maar. Ja, kom maar, ja. Wacht, ja. Sta maar mooi zo, ja. En hebben jullie geleerd in de klas wat jullie moeten zeggen als ik iets vraag aan jullie? Als ik vraag of jullie willen trouwen, wat moet je dan zeggen straks? Ja, ik wil. Maar heel luid, hè. Ja, ik wil. Gaan we dan een keer oefenen? Ja. Ik wil. Ja, voilà. Zijn jullie er klaar voor? Ja. We gaan beginnen, hè. Seppe, Steen, Barbara, Blomme. Aanvaard u als beste vriendin Laura, Monique, Christian, Vreken. Ja. Laura, Monique, Christian, Vereken, aanvaart u als beste vriend Seppe, Steen, Barbara, Blomme. Ja. 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 In naam van iedereen hier wil ik jullie vriendjes voor het leven verklaren. Seppe, Steen, Barbara, Blomme en Laura, Monique, Christian, Vereken. Wauw. Meester Boris gaat jullie elke ring geven. En eerst mag Laura, Laura de ring op de vinger van Seppe schuiven. Je mag het aan Seppe geven. Ja. Geef het aan Seppe. Ja. Ja. En Seppe moet nu zijn ring aan Laura geven. Ja. Ja. Stop maar op je. En stop maar op je vinger. Ja. Dus Seppe. Wauw. Ze hebben al ja, ik wil gezegd. Ze hebben al een trouwring aan. Wat doen ze normaal gezien nog? Een zoentje geven. Hè? Gaan jullie een zoentje geven? Eén maar een zoentje. Ja. En mag ik een groot applaus van de zaal voor Seppe en Laura? Mag ik nu op het huwelijksbankje Hannes en Destiny? Applaus. Ja, dat is een beetje stief. Ja. Hannes Victor Leon de Klerk aanvaardt u als beste vriendin Destiny de Ruik. Zeg maar. Ja! En Destiny de Ruik aanvaardt u als beste vriend Hannes Victor Leon de Klerk. Ja. Ja, dat is mooi gezegd. In naam van iedereen verklaar ik u graag vriendjes voor het leven, Hannes, Victor, Leon de Klerk en Destiny de Ruik. En ook jullie mogen nu een heel mooie ring aan elkaar geven. En straks ook nog de eerste zoen als getrouwde of als vriendjes voor het leven. En ook jullie mogen nu heel graag een heel mooie zoen geven aan elkaar als beste vriend en vriendin. Oh la la! Mooi, proficiat. En de volgende trouwers zijn Roel en Laura. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja. Roel van den Bussen. Aanvaardt u als beste vriendin Laura Bruinien? Ja, ik wil. Ja, ik wil. Ja, dat is goed. En Laura Bruinien aanvaardt u als beste vriend Roel van den Bussen? Ik wil. Ja, ik wil. Zeg het keer uit. Ja, ja. In naam van iedereen hier wil ik jullie graag vriendjes voor het leven verklaren. Roel van den Bussen en Laura Bruinheel. Proficiat. En nu krijgen jullie ook een ring. Hey, Roel krijgt een gouden ring en Laura een zilveren ring. En jullie mogen die nu aan elkaar geven. Hey, want
Het vriendje moet de ring geven aan het vriendinnetje en het vriendinnetje aan het vriendje. Ja, en stop het maar op jouw vinger. Maar misschien mag ook ik jouw bloem een keer vasthouden. Het gaat misschien makkelijker zijn. Ja, zo. Ja, het is een duimring geworden. En jullie mogen elkaar nu ook een heel dikke zoen geven. De volgende trouwende kindjes zijn Robin en Evita. Jullie mogen ook naar voren komen en hier een beetje recht staan op het bankje. Gaan we eraan beginnen? Oelala, liggen de haartjes goed? Ja. Zijn de fotografen klaar? En zeker zorgen dat de kus erop staat. Hè. Robin, Björn, Nadine, Verhagen. Jij bent dat, hè? Jij bent Robin, hè? Ja. Robin, Björn, Nadine, Verhagen. Aanvaardt u als beste vriendin Evita Maria van der Meers? Ja, ik wel. Ja, ik wel. Ja, dat was een overtuigde. Hè. En Evita Maria van der Meers aanvaardt u als beste vriend Robin, Björn, Nadine, Verhagen? Ja, ik wel. Ja, dat was flink. Hè. Proficiat, ik verklaar jullie vriendjes voor het leven. En ook jullie krijgen nu een ring die jullie aan elkaar mogen geven. De zilveren ring. Die mag Evita aan Robin geven en de gouden ring mag Robin aan Evita geven. En de bruid en de bruidegom mogen elkaar natuurlijk een heel flinke, grote, dikke kus geven. Het kan niet zijn eigen woord. En dan Michiel en Gina. Klaar voor het getrouwde leven? Michiel van der Heren, aanvaardt u als beste vriendin Gina Top? Ja. En Gina Top aanvaardt u als beste vriend Michiel van der Heren? Ja, ik wel. Ja, proficiat. Dan mag ik een heel groot applaus geven. En ook jullie krijgen een ring die jullie aan elkaar mogen geven. En dat is een heel speciale ring, want dat is een ring die je zelfs in jouw bedje niet mag afdoen. Ja, doe dat maar aan. Schuif dat maar over de vinger. Moet ik een beetje helpen? Wauw. En wat doen mensen die getrouwd zijn ook nog als ze trouwen? Een zoentje geven. Ja, geef elkaar maar een heel dikke zoen. Ja. En nu is dan Louis en Evita. Heeft Louis een coole hoed aan? Oei, ik ga dan ook een beetje zo proberen te zeggen. Is het cooler zo? Gaan we eraan beginnen? Louis Edouard Maria van Izegem. Aanvaardt u als beste vriendin Evita Julie Tony Callebert? Ja, ik wil. Jo, dat was kort en krachtig. Ja, ik wil. En Evita Julie Tony Callebert, aanvaardt u als beste vriendje Louis Edouard Maria van Izegem? Ja, ik wil. Ja, dat was overtuigd. Hè? Een dik applaus voor Louis en Evita. En jij moet hier aan Evita geven. Ja. En nu mag de bruid, de bruidegom, ook een dikke, dikke zoen geven. En nog een groot applaus voor Louis en Evita. Dan Stan en Jelka. En ik denk dat de meester al een beetje nerveus begint te worden, want hij is straks aan hem, zie ik. Stan, Fred, Chris Popelier. Aanvaardt u als beste vriendin Jelka Nadine de Ruiter? Ja. Ik wel. Ja, ik wel. Ja, ik wel. Ja, ja, ik wel. Goed gedaan. En Jelka Nadine de Ruiter, aanvaardt u als beste vriend Stan, Fred, Chris Popelier? Ja, ik wel. Ja, ik wel. Ja, ja. Proficiat. In naam van iedereen hier wil ik jullie beste vriend en vriendin verklaren. En jullie mogen ook elkaar een ring geven. En dan straks een heel erg dikke zoen geven. Ja! En dames en heren, dan komen wij aan het hoogtepunt ongetwijfeld van deze voormiddag. Want wie moet er nu nog trouwen? Meester Boris, en met wie gaat hij trouwen? Met Julie. En is het al voorrecht hier of gaan ze het dan nog een keer voorrecht komen doen?
Meester Boris en Julie mogen... En jullie moeten niet anders doen dan alle kindjes, dus sta maar mooi op het bankje. Ja. Ze durven niet. Meester Boris. Boris Werbroek. Aanvaardt u als beste vriendin Julie Françoise Isabelle Glorieux? Ja, heel graag. Het was verkeerd, hè? Wat moet hij zeggen? Ja, ik wil. Ah, ja. Voilà. Dus meester Boris, een heel slecht rapport hè, vanavond. We gaan het een keer moeten opnieuw doen, hè. Herexamen. Meester Boris Werbroek, aanvaardt u als beste vriendin Julie Françoise Isabelle Glorieux? Ja, ik wil. Ah. En Julie Françoise Isabelle Glorieux, aanvaardt u als beste vriend Boris Werbroek? Ja, ik wil. Proficiat. In naam van iedereen wil ik jullie vriendjes voor het leven verklaren. En mag ik een heel, heel, heel groot applaus voor meester Boris en Julie. En ook meester Boris en Julie hebben een ring voor elkaar. Die ze ook heel het weekend niet zullen uittrekken. En ik ga dat persoonlijk gaan controleren. En nu mogen zij een heel dikke kus geven. En kindjes, jullie mogen, als dat gebeurd is, een heel groot taverend applaus geven. Woehoe! Vandaag was het eigenlijk mijn tweede trouwfeest. Ik heb al één trouwfeest mogen doen in het stadhuis, maar de eerste keer hier is wel uniek. Er zijn 7 of 8 koppeltjes die getrouwd zijn vandaag. 7 koppeltjes met kindjes van de knuffel. En dan meester Boris, die ook met zijn lieve Julie getrouwd is vandaag. En dat is heel leuk om te doen vandaag hier in de knuffel. En het wordt hier een spetterend feest, daar ben ik zeker van. Misschien kon ik wel vliegen.